je pakt hip-hop en trap, je pakt klassiek, je laat het clashen. Dus je laat het niet mengen met elkaar per se, je laat het clashen. Als ik op een track wil zeggen, lig in mijn bed en zo zak ik helemaal dikker af, dan zeg ik dat. En als ik op dezelfde track een 2-minuut outro wil hebben, dan zit het er ook in. Dus ze buigen niet voor elkaar, zeg maar, die hip-hop en klassiek. I never liked you anyway, je weet toch, ik zie jou als een soort van, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik ben new wave, maar ik kan rappen. Eerst maakte je natuurlijk voornamelijk rap. Ja, en nu combineer je dat natuurlijk met het klassieke, wat veel mensen hebben kunnen zien. Klopt, nu combineer ik het met klassiek. Spannend begin. Ja, maar goed hoor. En nu door. De winnaar van Maestro 2022 is geworden... Sorry! Je hebt gehoord, beschadiging. Je kan niet goed horen. Je hebt iets op je rug, waardoor je hoort voornamelijk, je voelt de bas. Bro, hij gaat in mijn body. Maar dat is gek, man. Beethoven stijl, de 101 bas. Het eerste wat mij raakte was filmmuziek. Daarna was het Erik Satie en daarna was het Beethoven. En daarna kwam iedereen in één keer. Bach, Mozart, Brahms, Claude Debussy. Ik denk dat Erik Satie, daar begon het denk ik overduidelijk, omdat het is simplistische klassieke muziek toch. Hij noemt het muziek de ambiance. Hij heeft gewoon letterlijk ambient music verzonnen. Hij is de maker ervan, de uitvinder. Ja, mensen dachten dat hij gek was. Maar hij was ook echt fucking gek. Hij had like 7 outfits gehaald voor elke dag van de week. Dezelfde outfit. Hij is de OG van alle weirdo's in de muziekwereld. Hij is de OG, denk ik. Als het nu zo is, moet het zo zijn. Running back, my shit is like VV's. Alles op mijn mind moet van mijn mind. Alleen door mijn fit blijf ik easy. Jos en mijn nieuws zei veel, maar wist niets. Ben ik op mijn hoede, ben ik een free man. Ben ik op mijn slechts, doe ik het niet slecht. De missie van het album was vooral, los van mensen klassieke muziek laten waarderen, los van dat allemaal, ook gewoon de uitdaging van ik ben synthesizers gewend. Daar voel ik me het meest comfortabel bij. Laten we dat niet doen. En laten we gewoon alleen klassieke instrumenten gebruiken. Dat was de biggest challenge. Kijk, en dan deze. De demper, hè? Ja. De linkerste. Ja. Die hebben hem dus geleid. Hoe kan je duidelijker aangeven dat je een klassiek hip-hop album maakt dan, zeg maar, de naam hetzelfde laten klinken, maar niet hetzelfde laten zijn. Hens ten een Beethoven. Ik heb gewoon heel veel films gekeken en heel veel stukken gelezen uit dagboeken en dat soort dingen van die tijd. En wat me opviel is dat hij hetzelfde soort mindset had als ik toen ik pas mijn gehoor verloor. Hij heeft dat nooit geaccepteerd en hij wou ook nooit dat mensen het wisten. Hij werd gezien als een asshole, omdat wanneer mensen tot hem spraken, antwoordde hij niet. Omdat hij ze niet hoorde, maar dat wisten zij niet. Hij was gewoon heel pessimistisch. Ik heb een goed vermoeden, wat ik heb gelezen en gezien, dat we wel dezelfde gehoorverlies hebben. Dus hij had 1 oor dat helemaal niks hoorde en 1 oor dat een beetje hoorde. Ja, hij had ook geen gehoorapparaten. Maar ik weet niet, ik heb een hele sterke connectie sindsdien met hem opgebouwd. Ja, dat klinkt echt raar, hij is dood. Maar dat is wel heel gek. Dat het zo is. Goedemorgen. Hi. Het goed, hè? Zullen we het even langs glippen? Hi. Hey! Gefeliciteerd! Ik heb van je genoten, jongen! Zeg je leuk!
Goedemorgen. Goedemorgen. Of we zo doen? Ja, we moeten even. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen iedereen. Even mijn spullen zetten. Ik zie ook echt mezelf ook in de klas, hoor. Ja. Zeg maar hij bijvoorbeeld. Ja, dat was jij. Wanneer vertelde? Hij met die capuchon. Ja. Hij kan gewoon piano spelen. Toch? Hij leert het gewoon. Ja. Dat was ik. Kut kid, maar ik kon spelen. Dat is precies wat ik was. Met muziek nam ik het wel serieus. En af en toe was het nog steeds echt vervelend. Maar alsnog, als het goed is, moet ik hier ergens staan. Ik weet niet welk jaar ik hier op school zat, man. Hier, muziek. Havenklas, muziek. The Wall of Fame, ja, man. Ik had een 7-7. Ik had het hoogste van de muziekklas. Lieve dames en heren, ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. Al deze kinderen die hebben in 9 weken tijd leren spelen op dit instrument. Mm-hmm. En toen hebben we ook nog eens samen leren spelen. En toen zijn we een orkest geworden. En, toen was Sor er. En die kan dirigeren, dat hebben we gezien op tv. Yes. En hij is oud-leerling van deze school. En hij vond het heel erg leuk om te komen. En hij heeft al 1 keer met jullie gerepeteerd. Mm-hmm. We gaan aan de slag. Yes. De eerste trouwens, Super Samba ging echt heel lekker. Dat is heerlijk. 'Samenconcert? Deed ik eigenlijk niet meer. Wat speelde je? Mij wel, Justin Timberlake. Ja. Dit heb ik echt gespeeld. Ja, ja. Dit heb ik echt gespeeld. Het heb ik Furelise erbij gegooid toen. Ik had Justin Timberlake en Furelise had ik gecombineerd. En dat doe je nu weer, hè? Ja, dat heb ik een heel album. Eigenlijk doe je dat niet weer. Want laatst hoorde ik jou op Instagram. Heb je dat nog gezien? Toen zei ik, hey, hoor ik hier Satie? Dat was Satie, hè? Ja, ja. Ik had Satie gezegd. De gynopedie, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, dat ja, was, ja. Ik weet nog dat jij gewoon altijd ook bij mij was. Je was altijd in dat lokaal ook en aan het spelen. En, ja. En al die kinderen om je heen verzamelend ook wel. Hè? Je hebt veel opgetreden. Ja, en ja, ik heb je frat mijn lessen op, hè? Al die theorie waar anderen dan geen zin in hadden. En dan zat jij echt alles te noteren. En nou, ja, hoe moet dat dan zo? En gebruik je het nog steeds in je composities die je zelf maakt? Ik gebruik het elke dag in mijn beats gewoon. Ah, wat fijn. Elke dag als ik zeg maar iets maak en dan kan ik uitleggen aan de producer van hey, kan je misschien de hi-hats in triolen doen? En dan zeg ik triolen, dan ga ik ze, ja, doe maar in 1/12 doen. Goed zo. Ik was enorm trots dat ik jou daar zag staan op die bok met dat orkest en jou dirigeren. En ik zag jou gewoon zoals ik jou ken. Aan ik dacht, guy. Ja, dit is Rosario, die wil alles kunnen, die wil alles weten en die gaat tot het gaatje om het voor elkaar te krijgen. Ja, dat klopt. En dat weet je. Met het leerorkest hier op school. Met het album, het klassieke instrument dat terugkomt, met Maestro. Is ook gewoon het doel om de jeugd te inspireren om klassieke muziek te gaan spelen. Niet eens klassieke muziek, maar om te inspireren om instrumenten te gaan bespelen. En iedereen die jong is en iedereen die oud is. En dan klink ik echt als zeg maar, de Obama van muziek. Maar
Het is wel een belangrijk ding, man. Sommige mensen die hebben er aanleg voor, maar ze laten het lijken. Dus dat. Dus ik hoop veel mensen te inspireren met dit. Ecstasy and blue eyes.